vanmorgen was ik zo blij als ik opstond van ah, we kunnen weer naar het voetbal, toch plezant. Ook alleen aan van de eerste keer Zivkovic te zien spelen, van de eerste keer Lombards in ons truitje te zien spelen. Maar toch ook een paar andere gasten die veelbelovend zijn. Ik denk dat we in feite iedere keer dat begint weer echt gaan blij zijn. Ik was er in feite met plezier. Ja. We hebben nog een lange weg te gaan, maar uiteindelijk heb je toch ook wel individueel talent opnieuw gezien. En zijn we versterkt in het algemeen? Ja, dat gaat nog moeten blijken natuurlijk. Maar iedere jongen op zich heeft getoond dat hij de ploeg iets kan bijbrengen. De jongens die dan uiteindelijk gescoord hebben, we moeten toch zeggen dat die El Ganassi een heel mooi doelpunt gescoord heeft. Die mogen dan toch een klein beetje vertrouwen putten uit deze actie. Ik denk dat die van Yassine schitterend was. En dan die actie ook die afgewerkt was door Rachel, was een schone actie. Hoe te zeggen, ook de goal van een Europese bokseur. Hè? In de tweede ronde, in de tweede helft, was het ook zo de goal van Zwevenzeel. Ja, wij hebben zeker onze gezonde ambitie om daar ook weer bij te horen. Alleen moeten we duidelijk zeggen ook dat het nooit geen evidentie is om uiteindelijk bij de beste zes ploegen van België te zijn. We zijn er al 2 jaar in geslaagd, waarom geen derde jaar? Maar daarvoor zal opnieuw een sterk collectief tussen de lijnen moeten gebracht worden. En daarvoor hebben we nog een aantal weken... de tijd om een goede ploeg te kneden. Oké, we hebben de match wel gedomineerd, maar je ziet toch dat we nog heel wat werk hebben naar automatisme toe. En ook naar de combinaties dat we hier en daar nog een beetje op zoek waren. Onze groep is ook aangevuld met heel veel jonge kerels. Dus een uitgegeven elftal was het niet, maar dat hoort bij de voorbereiding. En uiteindelijk is het altijd wel leuk om die matchen te winnen. En... Nooit vergeten is maar KVO-Oostende, maar tegelijkertijd, we zijn ook KVO-Oostende. Dus bij ons, alles mag en niks moet. We hebben heel veel ambitie. Als we een keer een uitschieter kunnen hebben, gelijk vorig seizoen, bekerfinale en dan die vierde plaats, en die ultieme match tegen Henk, dat was toch een fantastisch seizoen. Heel graag. Maar is het een keer wat minder? Dat gebeurt ook, dat hoort in de opbouw. Niks gaat zo, dat is altijd zo. Dus volgend jaar voor hetzelfde geld doen we een keer een super Europese campagne, wie weet. Maar wisten we dan misschien play-off 1? Dat kan allemaal, dat mag allemaal, liefst niet. Maar abonnementenverkoop loopt supergoed. Sponsors lopen supergoed. Ik denk dat we een goede ploeg hebben, dus daar ligt het niet aan. En dan we gaan ons amuseren, en dat is typisch KVO. Ja, in elke match kan er maar één ploeg winnen, dus dan moet je niet blijven als je verliest. Hè.